Zonder het zelf te beseffen heb ik meneer de Keizer een beetje geschoffeerd door hem niet aan het woord te laten over het thema dat hij het wou over hebben. U wou nog terugkomen op de financiën, dus u krijgt van mij nog even een podium om daar een aantal toevoegingen bij te doen. Ja, dank u vriendelijk. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben van opleiding accountant. En als accountant heb ik een financiële kant gedaan over de financiële situatie van Kruijbeek. Ik heb me bezig gehouden met te onderzoeken welke onroerende goederen wij in C niet nodig hebben of die we op een andere manier kunnen ter beschikking stellen. En Pia de Monnier heeft daar al straks een paar voor één voorbeeldje aangehaald, namelijk die sociale woningen die we zouden kunnen verkopen aan de bouwmaatschappij en die dan op zijn beurs zou kunnen huren. Wel iets dergelijks hebben wij op de wijsvoer. Op de wijsvoer bezit het OCW over 6 aanleunflats. Die 6 aanleunflats hebben ongeveer een waarde van tussen de 150 en de 200.000 euro per stuk. Dat wil dus zeggen dat we onmiddellijk al praten over minstens 1 miljoen inkomsten. Wel, 2 jaar geleden heb ik aan de toenmalige, het is nog altijd, aan de huidige voorzitter van het OCW, voorgesteld om die te verkopen. Maar met de bedoeling van die onmiddellijk terug te kopen. Dus OCW verkoopt 6 appartementen en huurt van de koper automatisch die appartementen terug. Die het OCW op dat ogenblik kan verhuren aan de huidige inwoners, die regelmatig wel veranderen, maar komt aan dezelfde prijs als dat zij kunnen krijgen of moeten betalen en kunnen krijgen van hun huurders. Dat is op zichzelf dan minstens 1 miljoen dat gevonden wordt. En zo zijn er dus heel wat kleinere zaken, heel wat andere gebouwen die eveneens kunnen verkocht worden. Op sommige gaat me te lang in de wacht schepen voorstellen, maar zijn er. Wel, als we die allemaal kunnen te gelden maken, dan hebben wij voldoende geld om met die opbrengst een groot pak van de schulden van de gemeente plus OCW terug te betalen. Terug te betalen houdt in kapitaal plus interesse. Dat wil dus zeggen dat met die terugbetaling de schuldenlast, de totale schuldenlast van de gemeente vermindert en dat er dus veel minder moet in de toekomst terugbetaald worden, want het saldo dan zal een aantal miljoen minder zijn. Met die opbrengst, en dat is het cruciale punt, met die opbrengst beloven wij u na 3 jaar, want wij menen 3 jaar nodig te hebben om de verkoop te kunnen verwezenlijken. Ik heb dat laten onderzoeken door 2 collega's accountants, 1 waarvan financieel directeur is in vastgoedonderneming, en die mens heeft me verteld dat dat binnen een periode van 2 jaar zelfs mogelijk zou kunnen zijn zonder dat we marktverstorend zouden optreden. Dus daarom veiligheidshalve, houdt u het bij 3 jaar. Na 3 jaar beloven wij u belastingsvermindering. En daar straks is er eventjes gepraat geworden over de hoge belastingen van Kruijbeke. Wij betalen inderdaad 1950 op centime op de onroerende voorheffing. En daarnaast betalen wij 8% op ons inkomsten. Inkomsten die belast worden aan zowel werknemers als aan zelfstandigen als aan gepensioneerden. Dus het brede gamma van inwoners van Kruijbeke kan dat ook genieten van de belastingsvermindering. Ik val zeer kort samen dat het minst een aantal creatieve en goed doordachte ingrepen binnen 3 jaar een belastingsvermindering beloofd wordt door het Kruijbeekse Belang. Jawel. Ik moet natuurlijk dan ook de andere partijen kort nog het woord geven om daarop te reageren. Mag ik wel vragen van niet met andere nieuwe ideeën af te komen, maar u te beperken tot een reactie op wat gezegd werd. We zullen deze keer beginnen waar we nog maar zelden begonnen zijn, bij Kruijbeke Plus. Ja, uiteindelijk, we zijn misschien een enige die uiteindelijk niets beloofd heeft. En ik heb dat bewust gedaan. Ik kan niets beloven als je geen geld is. Maar uiteindelijk
Ik wil ook een beetje ludiek eindigen. Altijd feest. Voor 45 graden. En nu jullie werken. Ja. We zien, Kruijwegen, alle dagen feest. Ik denk dat het feest erbij is. Dat het tijd is dat er gewerkt wordt. Dat er ernstig bestuurd wordt. En uiteindelijk de rookballon verdwijnt. Dank u wel voor de vriendin. Ik ga even naar de andere kant, bij meneer de Hert, voor een korte reactie. Wel, door dat laatste gebaar voel ik mij enorm gechauffeerd eigenlijk. Als meneer, ik ben door die zaak die lachen kan geloven een keer en is uitdagen, dus kom ik kijken wat dat te werken eigenlijk is voor de gemeente. Het is zo gemakkelijk bij een pint te hebben achter te staan en dat dan aan te lachen wat er te maken heeft. We werken iedere dag, he. En juist over heroïne gepraat, wel ook in Kruijwegen is heroïne, als u het wilt weten. En die mensen komen dan bij mij en moeten daarmee praten en daar trachten ons in onze winden. En ik zou me maar best alle degenen zo hard roepen en zo hard lachen te veel gedronken hebben, een beetje rustig willen houden. En je moet nadenken bij zichzelf, wanneer zij in nood zullen zijn, wat ze het nodig hebben. En dan zult jij nodig hebben dat jij ter plaatse moet. Bij misschien bij een burgemeester of bij iemand om u te helpen. Ik heb er al veel gezien. Maar, dus meneer Van Moeten, het choqueert mij zeer sterk, zomaar dat in rugblazen van te zeggen, feest gedaan moet gewerkt worden, en moet gefeest worden in Kruijwegen ook, en daar is de reden voor. Als iemand in Kruijwegen onder de 8 jaar geworden is, dan zegt die mevrouw, ik ben een vraag gesteld, hoe komt dat je zo oud zijn? Dan zegt zij door altijd tevreden te zijn. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En de jeugd moet ik hier leren, is gaan kijken naar zichzelf en moeten kijken hoe groot dat moet zijn hier in Kruijwegen te mogen wonen eigenlijk. He. Maar dan het punt van Luc in verband dus met de financiën. Luc, dat is weer de reinste onzin. Wat je al gehoord hebt, dat is uw eigendommen gaan verkopen. Dat is juist onze manier van sparen en van beleggen en naar de toekomst iets op te bouwen. Waarom doen andere mensen, banken en andere wezens, waarom investeren die in patrimonium? Niet voor de opbrengst van de huur, maar voor gewoon de meerwaarde van het pand op termijn. Het is wat u zegt, is gewoon niet alleen. Ik vind het eigenlijk crimineel eigenlijk. Ik vind het gewoon wat bedoelt u. Dat is een duidelijke reactie. Ik wil zeggen, we zo'n verantwoord de boer gaan verkopen, mensen lief. Laat ons spaarzaam zijn en laat ons trekken waar iets aankopen. En als je thuis ook allemaal doet, als een goede huisvader. Weiger een steentje komen en het kan een vrouwtje bijkopen en dat sparen voor later voor je kinderen. Goed, dat was een duidelijke reactie en standpunt. Laatst zit mevrouw De Monning. We gaan iets bescheidener zeggen dan ook. We willen dat de gemeentebelasting absoluut niet verhogen. Dus we vinden bovendien dat belastinggeld zuinig en bedachtzaam moet besteed worden. En over de opzintiemen hebben we het er straks ook al eens gehad. Die zullen pas kunnen verlagen als de financiële situatie toelaat. We trachten realistisch te zijn en wij zeggen dus niet verhogen. Als we het zo kunnen houden, dan zijn we al content. En naar de toekomst gaan we zien wat eraan kan gebeuren. Maar vandaag laten we aan iedereen weten, we gaan het niet verhogen te lasten. Gemeentebeleid, dat is iets serieus. Want het gaat hier over veel geld, over veel mensen die hier werken. Dus ik vind dat als je als burgerlijst wilt een ballonje oplaten, doe dat. Maar dat moet je niet aan politiek willen doen. Want daar zeg je eigenlijk, ik ga voor iets proberen te veranderen. Dat is één zaak. Ten tweede, als het zo eenvoudig zou zijn door te gaan verkopen, dan hadden al lang al die mensen die het van financiën kennen dat voorgesteld. Zo eenvoudig is het niet. Het probleem is complexer, dus het moet op een iets langere termijn dan 3 jaar aangepakt worden. Ik heb er juist een heel verhaal verteld van besparingen en slimme investeringen. Ik wil het niet herhalen, want de mensen hebben misschien dorst voor iets anders. Maar als je de zaken serieus wilt aanpakken, dan moet je dat doen op een doordachte manier. En dan moet je de zaken beloven die kunnen. Wij beloven geen belastingsverhoging, maar we gaan de belastingen niet verlagen. Als je dat wilt geloven, moet je er iemand anders stellen. Want die maken u iets wijs. We gaan dat niet kunnen doen, maar we gaan wel slim gaan investeren. En dan verwijs ik naar alle zaken die verteld zijn. En dat is de uitdaging voor de toekomst. Want het beleid in Kruijwegen is te serieus om aan spelletjes over te laten.